Kunst is altijd in beweging. Steeds verzinnen kunstenaars weer andere dingen, nieuwe manieren om hun werk te maken. De ene keer is dat een klein beetje anders, maar soms gebeurt er iets zo radicaals dat de kunstwereld voor altijd verandert. In de 15e eeuw bijvoorbeeld, tijdens de Renaissance, ontdekten kunstenaars hoe ze levens echt konden schilderen. Nou, sinds die tijd zagen schilderijen er voorgoed anders uit. Later in de tijd, in de 19e eeuw, gebeurde er nog zoiets. Toen gingen kunstenaars juist heel anders dan de werkelijkheid schilderen. En dat is het begin van de moderne kunst. Moderne kunst, zeggen ze wel eens, dat begint eigenlijk zo 1880. Als mensen steeds meer gaan nadenken over wat is eigenlijk precies het effect van als ik schilder. Als ik dit zie, dan denk ik, nou, dat zou ook uit jaren 2010, 2012 kunnen komen. Het is een compliment, denk ik, voor de maker. Ja. Heeft u daar dan van tevoren over nagedacht? Want het is zo modern dat ik ook naar de toekomst moet kijken. Ja, heel veel moderne kunst werd gemaakt met het idee van misschien begrijpt men het in mijn tijd nog niet. Als de toekomstige mens het maar kan begrijpen. En dat is misschien wel een van de essenties van moderne kunst. Moderne kunstenaars maakten de weg vrij voor meer ommezwaaien en nieuwe manieren van kunst maken. Wie had er bijvoorbeeld gedacht dat pindakaas ooit kunst zou worden? Kunstenaars Wim T. Schippers maakte een enorme vloer, helemaal besmeerd met pindakaas. De hele discussie erover, het gedoe, is ook onderdeel van het kunstwerk. Ja, dat klinkt een beetje, ja, ik kan het er niet los van zien, dat het alleen maar dat geïsoleerde punt is. Het feit, je gaat ook anders naar kijken. Als je helemaal niks van ze weet, dan zou je ook denken, wat is dit in godsnaam? En dan blijkt dat pindakaas. Maar als je weet, dat is dus de pindakaasvloer waar allemaal zit je naar te denken, ja. Is dat kunst? Ze nou, dat heeft u mij niet horen zeggen, zeg ik dan. Want het is het probleem, oh, dat is een hele geruststelling. Dus het schijnt erg te zijn om iets kunst te noemen. Terwijl er helemaal, ook ja. Mensen die geen idee hebben wat kunst is. Zeg, ja. Als je dan vraagt, wat is de volgende uur kunst? Ja, dat weten ze ook niet precies. Eind van de vorige eeuw zorgde de computer en het internet voor een revolutie in ons leven, maar ook in de kunst. Kunstenaars experimenteerden met nieuwe technologieën, met computers. En ze creëren zo een totaal nieuwe vorm van kunst. Kijk maar eens naar het werk van de Nederlandse Geert Mul of de Engelse Ed Atkins. Hier een beetje winderige doorgang bij het station Voorburg is net een redelijk spectaculair nieuw kunstwerk opgeleverd van Geert Mul, een Nederlandse multimedia kunstenaar. Iemand die altijd die laatste technologie inzet om zijn werk te maken. Maar eigenlijk hebben we hier met hele ouderwetse techniek te maken. Verf en een heel spectrum aan kleuren licht die ons op een hele verrassende manier confronteren met drie afbeeldingen boven elkaar die we één voor één kunnen zien. To describe my own work, I would say that I mainly make videos. And they're mainly videos that are made using computer-generated kind of technologies. And they speak very particularly to the structure and the way that images are made contemporaneously, I suppose. I don't see it as a second world, I see it as a part of ours. I always had a problem with pointing a camera at someone, whereas generating an image from nothing in the computer, essentially, there's no victim. So the figures in the videos, necessarily they're kind of surrogates, they're stand-ins for real people. And because they're not real, I feel able to do more to them, treat them worse in a way, and ask them to do things that I wouldn't a normal person. Also, it's always me that's performing them.